Jort Hendricks, we hebben jou vaker van afstand op doel zien schieten dit seizoen. Maar dit was toch wel by far de mooiste. Ja, sowieso. Volgens mij de enige die zat van afstand dus. Het is natuurlijk iets waar je veel op traint en ook iets wat je vaak in de wedstrijd laat zien. Ook iets waar je misschien wel wat kritiek op hebt gehad omdat ze er nooit invlogen. Heb je dan nooit gedacht, ik moet hiermee stoppen? Of was het gewoon wachten totdat hij er een keer wel goed invloog, zoals vandaag? Nee, maar dit was ook anders. Vaak waren het afvallende ballen door de lucht. Die zijn toch wat moeilijker om te nemen. En dan is het gewoon alles of niets. En vaak dan vloog het gewoon hoog over. Maar ja, op dat moment wil je gewoon geen risico nemen. En neem je gewoon de pantoffel. En vandaag lag hij ook gewoon vrij, dus ik dacht, ik haal hem gewoon lekker uit. Is dit jouw mooiste schot van afstand wat er ooit is ingevlogen? Ja, dat denk ik wel. Training gebeurt het ook nog wel eens met afwerken, maar in de wedstrijd is het nog niet gebeurd. Nee, zo, op deze manier. Het was sowieso een bijzondere wedstrijd voor jou, want de eerste keer, als ik het goed heb, in jouw PSV-carrière in het eerste dat je aanvoerder bent. Ja, dat klopt. Dus een mooie bijkomstigheid, ja. Volgens mij alle jeugdteams wel aanvoerder geweest. Nou, is dit dan een logische vervolgstap voor jou? Ja, vroeger ben ik vaker aanvoerder geweest. Mijn laatste jaar in de A1 ook nog onder trainer Cocu. Dus vandaag waren de eerste drie aanvoerders niet present. Dus zeiden tegen mij, vandaag draag jij de band. En daar was ik wel een beetje trots op, ja. Dan nog heel even over de wedstrijd. Is dit nou één punt meegenomen of eigenlijk gewoon twee punten laten liggen? Ja, als je gewoon de wedstrijd bekijkt, denk ik wel twee punten laten liggen. Want we hebben by far de meeste kansen gecreëerd. En ik zei na de wedstrijd al van dat we op verkeerde momenten de goals tegenkregen. En de eerste hebben we gewoon meteen een antwoord klaar. En de tweede helft domineren we gewoon. En dan krijg je die 2-1 tegen. En dan weet je dat het lastig is. Roda gaat het ook dicht houden. We hebben veel energie verspeeld de afgelopen dagen, maar dan... toch nog een gelijkspel eruit getrokken. En dat was misschien wel uiteindelijk het meest haalbare. Al kregen we daarna nog een grote kans met Josh op 3-2. Dus het heeft vaak meegezeten dit seizoen, alleen nu niet. Alleen nu is het niet meer belangrijk, want we zijn een kampioen. Was het nog wel een beetje te doen na een halve training gisteren, zoals Cocu zei? Ja, gisteren dacht ik wel even van, dat wordt een moeilijke opgave. Maar kijk, een goede nacht doet wonderen. En vannacht hebben we allemaal goed kunnen slapen, denk ik. Maar je voelt de beentjes natuurlijk wel nu ook na de wedstrijd. En het weer hielp ook niet mee. Ik zeg, het was gewoon super lekker weer. En kunstgras warm. Maar we hebben gewoon alles gegeven. Het maximale eruit gehaald. En dan helaas 2-2. Maar...